Er worden heel wat zaken gedaan naar begeleiding toe. Hè. Er zijn nu ook samenwerkingsakkoorden tussen de VDAB en het OCMW om inderdaad die werkwelzijnstrajecten veel meer op gang te trekken. Dus wat een zeer goede zaak is. Ik zou daar nog een stap willen verder gaan. En dat is inderdaad, we hebben ooit een project gehad, het WOW-project, met een vereniging waar armen het woord nemen voor mensen die het verst van de arbeidsmarkt staan. Waar dat er eerst aan die binnenkant van armoede wordt gewerkt, dan aan de belendende welzijnscomponenten en dan pas de stap wordt gezet naar duurzame tewerkstelling. Het zij via eerst een opstart, via sociale economie. Dat zijn zeer goede trajecten, dat zijn wel zeer arbeidsintensieve trajecten. En het is vooral naar die hardnekkige groep van 10% mensen in generatiearmoede waar we nog meer moeten op inzetten. Ja.